zijn ze een tijdje terug, hebben ze verboden om op de campus te demonstreren. Dus het mag ook eigenlijk niet. Het regende vanmiddag klachten bij ons in de mailbox, want er zou gigantisch veel geluidsoverlast zijn hier op de Wageningen Universiteit. Dus hoog tijd om er eens even verhaal te gaan halen. Lekkere school dit. Zo, wat een kabaal. Wat een kabaal, de mensen hebben er last van. Ja, schijnbaar. Ja, we hebben klachten gekregen in de mailbox. Ja, wat vind je daarvan? Prima. No such thing as bad press. Ik versta geen Engels. How do you say, bad advertisement is still advertisement, you know? Oh, ja. Maar goed, waarom staan jullie hier dan? Laten we toch even op de inhoud hebben. Volgens mij gaat het over dat... Je kunt wel Nederlands. Volgens mij gaat het erom dat ze vinden dat we weer alle ties moeten afsluiten met Shell en andere corporations waar ze misschien stakes hebben. Ja, krankzinnig idioot. Ja. Maar dat is toch mooi zo'n feestje op een universiteit? Nou ja, ik moet gewoon studeren, dus ik vind het maar idioot. Hoezo dat? Die mensen zijn allemaal vrolijk, gaan helemaal uit hun plaat. Nou, vrolijk wil ik niet zeggen. Ze zien er niet heel vrolijk uit. Maar, ze zijn allemaal heel geïrriteerd vanwege het klimaat, hè? Van mij mogen ze het best doen, maar niet hier, liever niet hier. Al die lui gewoon afknallen en dan is het gelijk klaar. Natuurlijk weer geknipt. Nee, helemaal niet. Het is werkelijk zo'n afgrijzelijke muziek. Het is echt afgrijzelijk en ik heb er oorpijn van. We gaan hier geen lang verhaal van maken. Can you study with this horrible music? Oh, I don't think it's horrible. Nee, maar but a lot of people do think. Well, there's a lot of options to go study elsewhere. We've provided them. But ja. That's all I have to say. We hebben een soort college daaronder, dus we kunnen een beetje meegenieten. Maar het is wel een belevenis. Heb je er last van? Dat hangt er vanaf wat ze draaien. Op dit moment niet. Ik vind het eigenlijk wel leuk stiekem. Dit ziet er wel gezellig uit. Vind je geen takken, Harry? Het is niet mijn ding, maar zij hebben daar een zin. En daar gaat het om. En daar mag dan de rest ook maar last van hebben. Nou, ze hebben er wel een goede reden voor. Volgens mij hebben ze een tijdje terug hebben ze verboden om op de campus te demonstreren. Dus het mag ook eigenlijk niet. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, maar dit is niet toegestaan natuurlijk. Tot zover de Nederlandse universiteit in anno 2023. Waar onder het mom van een demonstratie studies, mensen die hard aan het werk zijn, gewoon op deze manier verstoord mogen worden. Hey, waarom sta je hier vandaag? Nou, maakt eigenlijk allemaal niks uit. Zorg dat je geabonneerd bent en ons volgt op de socials.